Gisteren blokkeerden klimaatactivisten een stukje van de stadhouderskade in Amsterdam. De kinderen van de grachtengordel speelden activistje. Ze tokkelden op een ukulele, deelden zelfgebakken koekjes uit, deden een gek dansje. En er waren ook een paar sukkels die zichzelf vastlijmden aan het wegdek. Als je jezelf vastlijmt aan het wegdek, wat zeg je dan over jezelf? Dat je makkelijk gemist kunt worden omdat je economisch van nul waarde bent? Wordt het klimaat daar beter van? Nee. Want je verspeelt lijm. En lijm is, we weten het inmiddels, ook heel slecht voor het klimaat. Net als kunsthuisbanen, rubberlaarzen en koeien. Je bent geen held als je jezelf vastlijmt. En voor de rest had ik geen last van deze actie. En de meeste Amsterdammers ook niet. Want die stemmen al jaren in meerderheid op partijen die de stad juist autoluw willen maken. Hun ideaal kwam juist een stapje dichterbij als het klimaatactivisme ergens een voedingsbodem heeft is het in Amsterdam bij een groot deel van de jongeren daar springen de tranen automatisch in de ogen als ze het over het klimaat en stikstof hebben en van mij mogen ze iedere generatie heeft recht op zijn eigen pathetiek ik heb het laatste staatje van de koude oorlog meegemaakt ik heb de zure regen overleefd wij liepen met t-shirts met de tekst no future en zie, we zijn er nog, al hebben we het volgens de laatste logica dan wel verpest voor latere generaties. Maar daar zullen we voor boete hoor. Over niet al te lange tijd zullen we net als iedereen worden verzwolgen door de zee. Of sterven van de honger. Of erger. Het einde der tijden nadert. We gaan er allemaal aan. Ik had nooit gedacht dat ik dit hardop zou zeggen. Maar Andries knevel wint uiteindelijk wel. En tot die tijd gaan we elkaar te lijf. Het eindspel is nooit het vrolijkste bedrijf. De maat op de sociale media wordt geslagen door populisten, die denken dat ze namens alle domme mensen mogen roepen. Wat opvalt is de bizarre tweedeling die ze proberen te creëren. En dan heb ik het over de nieuwe koude oorlog tussen de klimaatactivisten en de boeren, burgers en buitenlui. De populisten zien het liefst dat iedereen met ongenoegen zich achter de boeren schaart, en hopen dat er net, hier net als in Frankrijk een enorme puinhoop ontstaat. Die populisten waren opeens hevig ontstemd vanwege deze actie in het door hen zo gehate Amsterdam. Vorige week stonden ze nog op viaducten met hun duim omhoog omdat de boeren met hun tractoren 1100 kilometer file veroorzaakten. Ze steunen de blokkeervriezen die snelwegen blokkeren om hun onwelgevallige meningen tegen te houden, maar als anderen naar hetzelfde actiemiddel grijpen en een paar 100 meter file veroorzaken kan de mobiele eenheid ze niet hard genoeg van het wegdek slaan. Nog liever zouden ze er met een tractor overheen rijden over mensen die toch al geen perspectief meer zien en zichzelf daarom al vastlijmen aan het wegdek. Meten met twee maten heet zoiets.